Zo, Jaro, waar ben je? Ik kom je ophalen, ik ga je helemaal kapot maken door alles wat je me hebt gedaan. De pijn, de nachtmerries. Het zat gewoon flink in de weg en wat je me hebt geflikt, echt waar. Wow. Ik kan niet eens meer terug straks, gewoon omdat hier mijn fucking poort kapot is. En ah, tering. Jaro. Ik weet niet wat dit is. Maar ik hoop maar dat het beter is dan... Ik denk dat het is. Let's even zien. Oh. En... Oh. What the fuck is dit? Jaro, waar ben je? Hallo, Leon. Jaro. Ik wist het gewoon dat je hier was. Ik heb je niet voor niets visioenen van deze plek gestuurd, Leon. Ja, dat wist ik ook wel, maar wat... Wat wil je met me? Wat wil je dat ik doe? Ik wil jouw transformatie afmaken. Transformatie van wat? Van een goedhartige Meferaanse man... naar een van de eerste gecorrumpeerde soldaten van Andal. Je zal nog steeds koning Mijndir dienen... maar uiteindelijk antwoord je naar mij. Wat? Nee! Wat ga je met me doen nou? Wat? Hoc cognoscitur sicut vassalus Leon. Nunc erit fidus famalus regni. Pugnam labor est meindert convertam ad reula mandal. Au! Het is zo voorbij. Nee! Oh, Leon. Au, au. Au. Ik kan er niet uit. Au. Gegroet, Leon. Lorem ipsum dolor si tecum in tenebris. Gegroet, koning Jaro of keizer Jaro. Meester van de nieuwe wereld, leider. En wat je er nog meer mee wil. Hier krijg jij vanaf nu opdrachten van mij. In deze droomwereld die zich afspeelt in jouw hoofd. Tibi prima assignato. Erit om Mijndir te corrumperen met de Andalland. U wens mijn bevel. Si ipse agitat insaniam vere exateria positis in micinos sueos in externum. Ik zal deze taak volbrengen. Goed. Ik spreek als het voorbij is. Nunc verit. Tot ziens, keizer Jaro. Als het voorbij is, keer ik weer naar hem terug. Oké, Jurre, jij wou mij de opslagruimtes laten zien, zei jij? Ja. Oké, hallo, gegroet Daan en Ricardo. Ricardo, lopen we mee anders. Oh, ja. Ik weet het. Oké, Jurre, jij wou mij laten zien hoe het hier staat bij de opslag? Ja, oh, wow. Je moet het wel netjes houden, alles is allemaal gemerkt in chesten, dus... Oh, kijk, ik zal er niet aan zitten. Boven zit allemaal, hier zijn de strijdbijlen. Wauw. Oh, wow, wow. Daar zit haast helemaal niks meer in. Dat is allemaal weg, eten is allemaal op, seeds hebben we nog wel, hier zit er voor eten in. En dan hebben we hier opbrengsten van de mijn, heel veel kool. Oké, mooi. En redstone. En dit is één van de, dit is één, oh wacht, wat is dit? Een rails. Wat? Oh, dat ja, gaat, dat gaat naar de mijn. Oh. Oké, mooi. Laten we even naar beneden weer gaan. Je had meer... Laat me zo schrikken, joh. Dit is een bericht van Jaro. Wat? De Andalwand is nu van jou. Wat? Huh? Wat is... Wow! Hoe kom je hier aan, Leo? Dit
is een ontvangst van Yaro. En hierbij ontvang je de macht om samen met Yaro Alores aan te vallen. Oké, maar ik... Wat doet dit dan? Weet hierbij dat de corruptie uit het stukje kool is verwijderd. Hier ook even aan de kant. En dat hierbij Yaro nu... Of dat jij ook onder het bevel staat van Yaro. En niet alleen jij, heel Meffen. Oké. Tot ziens. Is het niet handig om dat ding buiten uit te testen? Leon! Daan, ga Leon achterna! Daan! Yo! Haal hem even... Oké, jongens, wat... De Ammavant? Oeh, wat leuk. Test hem maar uit. Je mag hem op mij gebruiken, alsjeblieft, in het pakhuis. Ik weet niet, wat is dit? Jurk! What the fuck? Nee! Oké, dat was eigenlijk best wel grappig, weet je dat? Probeer het maar uit. Au. Wat doet dit? Ik zie niks meer! Wat is het? Wauw, dit is... Dit... Oh man, met dit ding zijn we echt hardst... Holy shit, wat is het? Oh, pop! Nee! Oh shit! Holy shit! Jongens, weet je wel... Jongens, hiermee kunnen wij gewoon heel alle orders vernietigen. Moesten we toch ook? Ja, alsnog, maar hiermee zijn we nog sterker. Oh, daarmee meid het. Oh shit. Alsjeblieft, niet op mijn pak uit. Heeft iemand... Jur, heb je melk? Ik zie meer wat. Nee, ik zie alleen duister. Ik zie alleen nu... Ja, ik kan nog wel zien nu. Maar ja, dat is beter. Jurre, jij repareert ervan, maar ik denk... Wow. Met dit ding zijn we hartstikke machtig. Holy shit. Oh, god. Ik ga even kijken. Kunnen we misschien nog wat dingetjes testen? Wat doet dit? Jurre. Au. Dat was ook wel leuk. Wat doet dit? Oh. Oh. Woe. Dat is een leuke. Wat dit? Auw. Water. Laten we even naar een plek gaan waar water is. Misschien even... Nee, hier is water binnen. Hier zo. Oké. Maar hij is uit vuur. Wat doet dit? Kijk uit, Ricardo. Wauw. Zag dat. Wauw. Oh, dat was echt heel vet. Oké. Maar... Wat... Ik stap... Jurre! Water, er is water binnen. Auw! Oké. Je hebt mijn map opgeblazen. Wat bedoelt hij met een... dit moet je later repareren, denk ik, maar... Wauw! Dit is geweldig! Hier zijn we echt sterk mee! Hier kunnen we machtig mee worden! Oh nee! Ik dacht dat dat ging bijna mijn poort. Nee, de poort... Ik krijg het langzaam wel door. Laten we even kijken waar... Meen het! Waar is Leon? Daar is Leon, achter. Leon! Dan! Wat ik nog vergeten te zeggen was... dat Yaro jou de opdracht geeft om samen met hem... Alores aan te vallen... en gebruik te maken van de Anderwand. Ja, ik heb net al een beetje lopen testen zoals je ziet. Het is een beetje kapot hier, maar... En hierbij... beëindigt mijn zicht. Wat? Waar is Leon? Leon? Waar is Leon? Hij is footsie. Ja. Wauw, hij was een beetje vaag. Laten we even... Wordt gezegd, ik heb dus nu de Anderwand, dus... Oh, we zijn nu echt oppermachtig, denk ik. Ja. Ik weet niet, ik... Lijkt als het ik op. Zo, als ik een beetje zo rondkijk... is het wel een beetje grappig. Je! Kijk uit. Hou daar eens mee op, man. Oké, dus Leon zei dat wij naar Alores moesten, dus ik denk... dat ik Douwe roep, dus Douwe is, ja, ik denk dat ik nu ook sterker ben dan Douwe gewoon. Ik was eerst bang een beetje dat Douwe nog Meffert zelf wel voor zichzelf wil hebben, aangezien hij sterker is dan mij, maar nu kan hij mij ook nooit aan. Maar ik denk dat ik Douwe ga halen en dan, ja, Leon, ik heb geen idee, misschien komen we hem nog tegen of zo. Ik ga denk ik naar Alores toe, denk ik. Ricardo, jij krijgt de leiding hier even, samen met Jurre. Daan, jij moet even naar Leons hertogdom gaan en even zeggen dat Leon eigenlijk verdwenen is. Of in ieder geval zeggen dat iemand daar even tijdelijk de leiding heeft. Jurre, waar is Toon? Is hij zijn dorp? Of waar is hij? Ik weet niet waar zijn dorp is eigenlijk, maar ik weet niet waar hij is. Ik denk eerder dat Toon druk bezig is. Ja. Oké, Ricardo, dan ga ik terug naar het kasteel. Ga ik me klaarmaken voor eigenlijk een oorlog, zou ik maar zeggen.
Ja, wij maken onze verdedigingsdingen op. Oké. Okay. Als jullie ook even... Jullie moeten het voor de zekerheid nog even het leger oproepen. Voor het geval dat de stad hier wordt aangevallen of zo. Want ik vertrouw het echt niet nu de laatste tijd. Dus aangezien Robin laatst nog langs is geweest. Dus. Oké, okay, jongens. Ricardo, gegroet. Gegroet, Jurre. Daan, succes met je reis dus naar Leo's Hertogdom. Ik ga naar de troonzaal en haal Douwe op. Oké, Jurre. Kom. Laten we naar de defensielijn gaan. Kijk naar de macht van een simpele schim van Andal. Ik zie je niet eens, man. Oh, waar is die? Oh, Douwe. Oh, de schim van Andal. Waar is die echte Jaro dan? Die kunnen ons wapen niet laten. Ver weg van Ties! Waar is je zwaard? Oh ja, mijn zwaard! Ja, Jaro, ik heb je zwaardje. Of nep Jaro, wie je ook mijn zwaard? Waar heb je het in godsnaam ja, over? Ja, hier, jouw zwaard. Hier, moet je kijken dan. Jouw zwaard. Oké, jongens, weg van dit schip. Weg van deze rotzooi. Koning Muindert, kijk dan naar onze machtige vijanden. Ties. Ik moet even serieus wat met jou bespreken, aangezien dit een gat is in mijn linie. Ja, jouw linie, wat is er van over? Oh, is het nog wel jouw linie? Nou, de stad is nog wel van mij. En bij die gevangenis toen, Jaro, wie was dat dan? Ties. Ja. Ik denk dat ik terug ga naar de stad en alles gaan optrommelen om de muren te verdedigen. Oké, okay, jongens. Ik zal je laten zien. Robin, daar is geen nood voor. Dit is geen aanval. Koning Robin, gauw naar Yunkai. De echte aanval zullen jullie nooit zien aankomen. Oh nee? Daar horen we nog allemaal. Wij maken ons klaar van oorlog, Robin. Wegwees hier. Weg van dit krot, weg van deze rotzooi. Sorry dat ik het zeg, Robin, maar het ziet er nou echt niet meer uit. Laten we maar gewoon terugzwemmen naar de kust en... Ongelooflijk dit. En Meindert, wat deed Meindert hier? Ik ben helemaal gemindfucked.